voor deze les heb je nodig een yogariem of een andere riem of een sjaal voor de hangmathouding. En verder is het misschien fijn om blokken bij de hand te hebben, een kussen. En eventueel als je een dunner matje hebt, dus kan een dekentje ook fijn zijn. Dan gaan we beginnen in de liggende butterfly. En dan mag je komen zitten. En breng dan je voetzolen tegen elkaar. En laat je knieën naar buiten vallen. Begin met je voeten wat verder weg van je liezen. Als je dan te weinig rek voelt aan de binnenkant van je benen, breng je voeten dan wat dichter bij je liezen. En dan mag je langzaam wervel voor wervel afrollen en komen liggen op je rug met je benen in de vlinderhouding. En leg dan even je handen op je buik en volg je ademhaling. Volg je ademhaling zonder daar iets aan te veranderen. En telkens als er gedachten opkomen, probeer deze gedachten dan los te laten door ze op te merken, maar er niet op door te denken. En vervolgens je aandacht weer terug te brengen naar je ademhaling. Dan kunnen we langzaam de geest tot rust brengen. En in het moment van nu aankomen. We landen op de mat. Misschien kun je voelen hoe bij iedere inademing je buik wat uitzet. Hoe de lucht via je neus naar binnen stroomt. En bij de uitademing de lucht weer naar buiten stroomt. Je buik weer omlaag gaat. Ontspan al je spieren. Als je ergens nog veel spanning voelt, probeer dan bewust naar deze plek toe te ademen. Zo dit gebied wat meer te ontspannen. Deze houding rekken we de binnenkant van de benen, je heupen, en dan mag je nog een keertje rustig in en uit ademen, en dan mag je je benen uitstrekken en voel heel even wat deze houding voor je lichaam heeft gedaan. En dan mag je langzaam tot zit komen. Je kan eventueel via een hefboom omhoog komen. Dus je handen onder je billen. En dan via een hefboom op. En kom dan even zitten in de kleermakerszit. Het thema voor deze les is Swadhyaya, oftewel zelfobservatie. Zelfreflectie, inzicht krijgen in patronen, bijvoorbeeld de neiging om het heel goed te willen doen. Vaak de patronen die je opmerkt op de mat, komen ook buiten de mat voor. Dus om door aan yoga te doen, kan je veel over jezelf leren. Dus probeer in deze les wat extra opmerkzaam te zijn op je patronen. En dan gaan we langzaam beginnen met wat te bewegen. Beginnen we met het bekken cirkelen. Dan adem in, maak een holle rugcirkel naar voor. Adem uit, bol naar achter. Adem in, hol. Adem uit, bol. Adem in, hol. Adem uit, bol. En dan cirkelen we de andere kant op. Adem in, hol.
Adem uit bol. Adem in hol. Adem uit bol. En dan mag je je rug weer in neutrale positie brengen. Adem in, strek je arm op schouderhoogte opzij. Maak een holle rug. En adem uit, omhels jezelf, maak een bolle rug. Gaan we nog een keertje doen. Adem in, hol. Adem uit, bol. En dan gaan we de zijwaartse strekking doen. Mag je je rechterhand op de grond zetten. En adem in. Breng je linkerhand omhoog. Maak jezelf lang en adem uit. Buig opzij. En adem even rustig door. Adem in, breng beide armen recht boven je hoofd. Adem uit, breng je linkerhand opzij op de grond en je rechterhand over je hoofd. Strekken we de rechterkant van je lichaam. Blijf rustig doorademen. Adem in, breng beide armen omhoog. Adem uit, breng je linkerhand naar je rechterknie. Je rechterhand zet je achter je billen. Adem in, maak jezelf zo lang mogelijk. Adem uit, twist. Adem in, breng je armen weer omhoog. Adem uit, breng je linkerhand achter je en je rechterhand naar je linkerknie. Adem uit, twist. En blijf rustig doorademen. En kom dan weer op neutrale positie zitten. En rol dan naar handen en knieën. En adem in, maak een holle rug. Kou. Adem uit, bolle rug, ket. Adem in, hol. Adem uit, bol. Mag je weer neutrale rug. Dan gaan we van hol naar bol terwijl we cirkelen. Dus adem in, weer hol. Adem uit, bol. Nog een keertje en dan gaan we de andere kant op cirkelen. Adem in, hol. Uit de ademing maak je een bolle rug. En blijf even doorcirkelen. En maak je rug weer neutraal. Krul je teen en kom in de downward facing dog. En loop dan om en om met je hakken richting de mat. Strek je benen, je hamstrings. Achterkant van je lijf. En dan loop je langzaam met je voeten richting je handen. Kom even staan in de dangling. Als je het fijn vindt, kun je je arm, je ellebogen vastpakken. Als je erbij kan, kun je ook je handen op de grond zetten. Dan rekken we even de achterkant van de benen. En kom dan omhoog naar de berghouding. Kom staan op de voorkant van je mat. Zorg dat de vier punten van je voet stevig in de mat staan. Je voeten kunnen op heupbreedte of je kan je grote tenen tegen elkaar, je hielen klein stukje van elkaar, zodat je voeten parallel staan aan de mat. Aan de lange zijde van de mat. Trek dan je knieschijven op. Activeer je bovenbenen en je banda's. En leg dan je handen op je ribben. En ga nu rustig ademen naar je borst. Je buikspieren hou je aangespannen. En op de inademing komt de borst naar voren en zet uit naar de zijkanten. En op de uitademing breng je die rustig weer terug. Breng dan je armen weer naast je lichaam. Hoor je schouders naar achter en omlaag en je kin parallel aan de mat. Je kruin wijst omhoog. Gaan we vandaag beginnen met zonnegroep B. Met heldenhouding 1 beginnen we. Adem in, buig je benen. Kom naar chair pose. Breng je armen zijwaarts omhoog. Adem uit, strek je benen. Breng je handen richting de mat. Adem in, verleng je rug. Adem uit, stap of spring naar een hoge plank. Kom gelijk door naar een lage plank. Adem in, up dog. Schouders weg van je oren. Adem uit, downward facing dog.
Gaan we naar heldenhouding in. 1. Adem in. Breng je rechtervoet aan de binnenkant van je rechterhand. Adem uit. Je linkerhak is in de mat en je voeten op tramrailbreedte. Adem in. Neem je armen mee omhoog en draai je heupen naar voren. Adem uit. Kom naar een hoge plank. Gelijk door naar een lage plank. Adem in. Up dog. Adem uit. Down dog. Andere kant. Adem in. Breng je linkervoet aan de binnenkant van je linkerhand. Adem uit. Je rechterhak in de mat. Adem in. Je armen komen mee omhoog en duw je achterste voet in de mat. Adem uit. Hoge plank. Door naar een lage plank. Je ellebogen blijven langs je lichaam. Adem in. Up dog. Adem uit. Down dog. Blijf hier even staan. Zorg weer dat je vingers goed gespreid staan in de mat. En duw je navel richting je bovenbenen. Je hakken breng je steeds wat meer naar de grond. Je kan eventueel om en om je hakken één been buigen, je andere hak naar de grond. Walk the dog. Adem in, stap of spring tussen je handen, verleng je rug. Adem uit, je neus richting je knieën. Buig je benen, adem in, kom naar chair pose. En adem uit, strek jezelf weer uit. Gaan we zonder groet nog een been nog een keer doen, maar dan in plaats van heldenhouding 1 doen we heldenhouding 2. Adem in, buig je benen, chair pose. Breng je armen zijwaarts omhoog. Adem uit, strek je benen. Breng je handen richting de mat. Adem in, verleng je rug. Adem uit, stap, spring naar een hoge plank, gelijk door naar een lage plank. Adem in, up dog. Adem uit, downward facing dog. Adem in, stap met je rechtervoet aan de binnenkant van je rechterhand. Adem uit, draai je linkervoet in en zet je hielen op één lijn. Adem in, buig je voorste knie. Kom omhoog en molenwiek je armen zijwaarts. Adem uit, ontspan je schouders, kijk over je vingertoppen naar voren. Adem in. En op je uitademing kom je naar een hoge plank. Gelijk door naar een lage plank. Adem in, up dog. Adem uit, downward facing dog. Gaan we door naar de andere kant. Adem in, stap met je linkervoet aan de binnenkant van je linkerhand. Adem uit, draai je rechtervoet in en zet je hielen op één lijn. Adem in, buig je voorste knie. Kom omhoog en open je armen zijwaarts. Kijk over je vingertoppen. Adem uit, kom naar een hoge plank. Gelijk door naar een lage plank. Adem in, up dog. Adem uit, downward facing dog. Zorg er dat je handen stevig in de mat staan. Je hielen komen richting de mat. Je knieschijven zijn ietsje opgetrokken. Je banda's en je bovenbenen zijn actief. Je navel breng je richting je bovenbenen. Schouders zijn weg van je oren. Nek is ontspannen. Adem in, stap of spring weer tussen je handen, verleng je rug. Adem uit, je neus richting je knieën. Buig je benen, adem in, kom naar chair pose. Adem uit, strek jezelf uit. Gaan we zonder groep B nog een keer doen en alleen dan doen we heldenhouding 3. Adem in, buig je benen, chair pose. Breng je armen weer zijwaarts omhoog. Adem uit, strek je benen, breng je handen richting de mat. Adem in, maak een tafeltje van je rug. Adem uit, stap of spring naar een hoge plank. Gelijk door naar een lage plank, je ellebogen langs je lijf. Adem in, up dog. Adem uit, rol via je tenen naar een downward facing dog. Heldenhouding 3, adem in, stap met je rechtervoet naar voren tussen je handen. Adem uit, verplaats je gewicht verder naar voren en plaats je handen op je gebogen been. Adem in, strek je stambeen en lift je linkerbeen tot een horizontale lijn. En adem uit, breng je handen voor je borst of strek je armen voor je uit. Je schouders zijn weg van je oren. Adem uit, kom naar een hoge plank. Gelijk door naar een lage plank. Adem in, up dog.
Adem uit, down dog. Gaan we door naar de andere kant. Adem in, stap met je linkervoet naar voren tussen je handen. Adem uit, verplaats je gewicht verder naar voren en plaats je handen op je gebogen been. Adem in, strek je stambeen en lift je rechterbeen tot een horizontale lijn. En adem uit, breng je handen voor je borst of strek je armen voor je uit met je schouders weg van je oren. Adem uit, hoge plank. Gelijk door naar een lage plank. Adem in, up dog. Adem uit, down dog. En blijf weer even staan. Misschien merk je dat er al iets meer ruimte aan je achterkant van je lichaam is gekomen en komen je hakken al wat meer naar de mat. Bovenbenen en banda zijn actief. Schouders zijn weg van je oren. Adem in, stap of spring weer tussen je handen. Verleng je rug. Maak een tafeltje. Adem uit je neus richting je knieën. Buig je benen. Adem in, kom naar chair pose. En adem uit, strek jezelf weer uit. Gaan we vinyasa tot zit. Adem in, breng je armen omhoog. Kijk naar je duimen. Adem uit, buig voorover. Adem in, maak een rechte rug. En adem uit, stap naar een hoge plank. Gelijk door naar een lage plank. Adem in, up dog. Adem uit, downward facing dog. Adem in, stap of spring met gekruiste benen. Kom tot zit. En adem uit, strek je benen uit. Poothouding. Adem in. Buig je benen. Pak je knieholtes vast. Adem uit. Kom net achter je zitbol te zitten en activeer je banda's. Adem in. Lift je voeten van de vloer en zoek de balans. Je onderbenen zijn parallel aan de vloer. Adem uit. Rol je schouders in je rug en breng je armen parallel met de vloer. Adem in. Strek je benen in een hoek van 90 graden of hou je benen gebogen. Adem uit, verleng jezelf vanuit je onderrug omhoog. En blijf hier even. Duw je zitbot in de vloer en verleng jezelf vanuit je onderrug omhoog. Maak lengte van binnenuit langs je wervelkolom omhoog op en je kruin is richting het plafond. Lift je borstbeen en adem naar de achterkant van je ribben. Je schouders zijn weg van je oren en open je borst. Als het lukt, breng je tenen op ooghoogte. En voel de kracht vanuit je dieperliggende buikspieren, je core. Adem in, voel je zitbotten stevig in de vloer, terwijl je lengte maakt door je kruin. Adem uit, plaats je voeten terug, kruis je benen. Dan gaan we door naar een vinyasa van zit tot zit. Adem in, rol over de buitenranden van je voeten en zet je handen voor je neer. Adem uit, stap naar achter in een hoge plank. En buig je ellebogen tot een lage plank. Adem in, rol over je tenen naar opkijkende hond, lift je borstbeen. Adem uit, rol over je tenen naar neerkijkende hond, downward facing dog. Je zitbotten zijn naar het plafond. Adem in, buig je knieën en stap of spring tussen je handen. Adem uit, strek je benen met je tenen naar je toe. Gaan we nog een keer de bootpose doen. Adem in, buig je benen, pak je knieholtes vast. Adem uit, kom net achter je zitbotten zitten. Activeer je banda's. Adem in, lift je voeten van de vloer, zoek weer de balans. Je onderbenen zijn parallel aan de vloer. Adem uit, je schouders in je rug en breng je armen parallel met de vloer. Adem in. Als het lukt, strek je benen uit in een hoek van 45 graden. Adem uit, verleng jezelf vanuit je onderrug omhoog. Schouders zijn weer weg van je oren en je opent je borst. Zorg dat je een rechte rug houdt. Als je last krijgt van je liezen, breng je knieën dan wat naar buiten. Gebruik je core, je banda's, om te voorkomen dat het gewicht van je benen aan je onderrug trekt. Hou je arm op schouderbreedte parallel aan de mat met je vingers gesloten. Je
statische houding trainen we de core, de heupbuigers, de quadriceps en de hamstrings. Adem in, voel je zitbotten weer stevig in de vloer terwijl je lengte maakt door je kruin. Adem uit, plaats je voeten terug en kruis je benen. En adem in, rol over de buitenranden van je voeten en zet je handen voor je neer. Adem uit, hoge plank. Door naar een lage plank. En kom langzaam door naar de grond. Adem in. Maak jezelf lang. En adem uit, buig je ellebogen langs je lichaam. Of leg je armen langs je lichaam met de rug van je handen op de vloer. Adem in, lift je borst en benen van de vloer, activeer je banda's. En adem uit, reik je schouders weg van je oren en duw de rug van je handen in de vloer. En blijf hier weer even. Houd je heupbot op de vloer. Trek je knieschijven op, activeer je bovenbenen. Je banda's zijn actief, lift je borstbeen omhoog en van je vandaan. Breng je grote tenen tegen elkaar en ontspan je oppervlakkige bilspieren. Denk je lichaam lang in plaats van omhoog op. Geef verlenging in je rug prioriteit ten opzichte van de hoogte van je bovenlichaam en je benen. Adem in, verleng jezelf nog één keer. En adem uit, leg je benen en borst weer terug op de vloer. Gaan we naar de Child's Pose. Adem in, plaats je handen onder je schouders en duw jezelf op handen en knieën. En adem uit, plaats je knokkels van je grote tenen tegen elkaar aan. Je knieën naar buiten en je billen gaan richting je voeten. Strek je armen voor je uit. En dan gaan we langzaam over op de Yin. Dus probeer al je spieren te ontspannen. Breng je ademhaling tot rust en ga weer over op je natuurlijke ademhaling. En voel even wat het yang-gedeelte met je lichaam heeft gedaan. Misschien voel je dat je ademhaling wat versneld is. Misschien voel je vermoeide spieren. Misschien voel je meer ruimte. Misschien voel je opgewarmd. Wat merk je op in je lijf? Ontspan al je spieren. Vanaf nu gaan we alleen nog maar ontspannen. Dan mag je langzaam weer naar handen en knieën komen. Kom dan op je knieën, laat je billen opzij vallen en kom zitten op je billen. Je benen gestrekt naar voren. Gaan we door naar de halve butterfly. Als je merkt dat je wat achter je zitbotjes zit, breng dan een kussentje of een deken onder je billen. Kom dan zitten op de voorkant van je zitbotten. Breng dan je linkerbeen aan de binnenkant van je rechterbeen en laat je knie naar buiten vallen. Hoe dichter je voet bij je lies is, hoe intenser de stretch. Hou je andere been gestrekt. En je kan je been helemaal naar voren leggen. Dan strek je wat meer je hamstrings of je legt hem wat meer opzij. Dan rek je wat meer de binnenkant van je benen. Kijk wat voor jou prettig voelt. En dan mag je langzaam wervel voor wervel afrollen met een ronde rug. En laat je handen op de vloer rusten of op een kussen of blokken. En breng je hoofd richting je kussen of de vloer als je daarbij kan en zorg dat je nek ontspannen is. Als je last hebt van je rug en vooroverbuigen, je voelt niet fijn, blijf dan rechtop zitten. In deze houding strekken we de heupen en de binnenkant, de adductoren van je bovenbenen.
stretch op de binnenkant van je been is groter als je je voet van je gebogen been dichter bij je lies hebt. En als je gestrekte been verder naar buiten brengt. Als je been naar voren is gestrekt, stretch je de hamstrings. En bij je voorover gebogen stretchen we ook de onderrug. De achterkant van je lichaam en de hamstring loopt het nier- en de blaasmeridiaan. Aan de binnenkant van je benen, je liezen, loopt de levermeridiaan. En ontspan al je spieren. Duw jezelf niet verder door in de houding. Als je wel die neiging hebt, merk dat op en laat het dan weer los. Probeer je spieren te ontspannen. Laat de tijd en zwaartekracht zijn werk doen. Tijdens de yin yoga rekken we het bindweefsel. En dat heeft wat langer de tijd nodig om los te komen. Minimaal een minuut. Door bindweefsel te stimuleren, houden we het lichaam soepel, houden we het lichaam jong. Wordt er vocht aangemaakt voor je bindweefsel, je fascia. En richt je aandacht op het voelen of op je ademhaling. Adem dan nog een keertje rustig in en uit. En rol een wervel voor wervel weer omhoog. Zet je handen even achter je neer. En voel na een beach pose. Wat voel je in je lijf? Misschien voel je verschil tussen je links en rechts. Voel je aan de binnenkant van je benen, je hamstrings, de achterkant van je benen. Merk je in je rug, je nek. Adem nog een keertje rustig in en uit en dan gaan we door naar de andere kant. Breng dan je rechtervoet aan de binnenkant van je linkerbeen en laat je knie naar buiten vallen. Hoe dichter je voet bij je lies, hoe intenser de rek. Hou je linkerbeen gestrekt en breng het naar voren als je meer je hamstrings wilt rekken of meer opzij, naar buiten. Doe hetzelfde als wat je met de andere kant hebt gedaan. Buig dan weer langzaam wervel voor wervel naar voren. En laat je handen neerkomen waar ze vallen. Dat kan op de vloer zijn, op je benen of op een prop. Breng je hoofd dan weer richting de vloer of op een kussen of op blokken. Zorg dat je nek kan ontspannen. Als je geen props hebt en je hoofd komt niet bij de grond, is dat ook niet erg. Ook deze kant mag je natuurlijk weer rechtop blijven zitten. Rekken de heupen, de binnenkant van de benen, de achterkant van de rug, je onderrug, als je voorover gebogen zit. Je hamstrings als je been naar voren ligt. En
blijf met je aandacht bij het voelen. Zorg dat al je spieren helemaal ontspannen zijn. Blijf rustig doorademen. Als je merkt dat je niet meer rustig in en uit kunt ademen, zit je waarschijnlijk te diep in de houding, kom dan wat minder ver. Focus op het voelen of op je ademhaling. En steeds als er gedachten opkomen, merk ze op en laat ze weer voorbij gaan als wolkjes die voorbij drijven, die komen en gaan. Dat er gedachten blijven opkomen is normaal. Maar je kan jezelf wel trainen om niet op de gedachten door te gaan en het eerder op te merken en je aandacht weer terug te brengen naar het voelen of je lichaam. Hoe vaker je dat oefent, hoe rustiger je hoofd wordt, hoe meer je kan ontspannen. De ene dag gaat dat makkelijker dan de andere. Dus oordeel niet. Blijf liefdevol naar jezelf kijken. En naar je lichaam. Ondersteun je lichaam waar nodig. Als je minder diep in de houding wil komen, doe dat. Of misschien is er juist meer ruimte vrijgekomen. En kan je wat dieper in de houding komen. Maar ondersteun je lichaam met props. Wees lief voor jezelf. Geef je lichaam wat het nodig heeft. En adem dan nog een keertje rustig in en uit. En kom dan weer langzaam uit de houding en voel weer even na een beach pose. Wat merk je op in je lijf? Voel je verschil tussen links en rechts? Misschien merk je dat er iets meer rust in je geest is gekomen. Misschien merk je wat anders. En adem nog een keertje rustig in en uit. En dan mag je je langzaam voorbereiden op de hammock pose. Want daarvoor hebben we een yoga riem nodig of een lange sjaal. En maak dan een lus, zodat die ongeveer 2/3 van je lichaam lang is. Als je een yogariem hebt met een gesp, zorg dan dat die gesp aan de zijkant zit. Als je een knoop hebt in een sjaal, zorg ook dat die aan de zijkant is. Kan je hem eventueel nog bijstellen. En kom dan op je rug liggen en zet je benen gebogen neer. Lift je bovenlichaam op en trek je rechterknie naar je toe. En plaats de yogariem om je rechtervoet. Om je bal van je voet. En plaats dan de yogariem ook om je hoofd, ter hoogte van je schedelrand, achter je, zo over je oren. En strek dan je rechterbeen zodat de riem of sjaal op spanning komt te staan. En rol dan je bovenlichaam weer iets af, zodat de riem het gewicht draagt en alleen je hoofd gelift is. Strek je linkerbeen over de vloer als je positie goed is. Voel even of de riem op goede lengte is. Misschien wil je hem wat korter maken, zodat je wat meer rek hebt. Of misschien is het te intens, maak hem dan wat langer. Zorg dat je nek ook kan ontspannen. Breng je aandacht weer naar je lichaam. Geef je over aan de houding en laat je dragen door je riem of sjaal. En
rekken de hamstrings en de kuitspieren. Maar ook het nek- en schoudergebied. Rekken de blaas- en niermeridiaan. Te maken hebben met angstige gevoelens. En door deze houding komt er weer meer ruimte voor gevoel van veiligheid en voor ontspanning. Het zenuwstelsel wordt tot rust gebracht. Ontspan al je spieren. Blijf met je aandacht bij het voelen of je ademhaling. Blijf met je aandacht bij het voelen. Volg je ademhaling en ontspan helemaal in de houding. Voel je steeds dieper kan ontspannen. Ervaar de rekkende hamstrings in je kuiten, je nek en schouders. Misschien voel je dat de rek minder intens wordt. Dan kan je eventueel je riem wat korter maken. Als de houding te intens is, maak de houding minder diep of kom eerder uit de houding. Adem dan nog een keer te rustig in en uit. En kom langzaam weer uit de houding. Haal de riem voorzichtig van je hoofd en van je voet. En kom even navoelen op je rug. Voel je lichaam. Misschien voel je verschil tussen links en rechts. Het kan zijn dat je rechterbeen wat langer aanvoelt, omdat hij meer gestretched is. Misschien voel je wat anders. Merk het op zonder te oordelen. Adem nog een keertje rustig in en uit en dan gaan we door naar de andere kant. Het kan zijn dat je je riem voor deze kant wat anders moet afstellen. Het kan dat de andere kant anders is, meer of meer flexibel is. Zet je benen dan weer gebogen neer. Lift je bovenlichaam op en trek je linkerknie naar je toe en plaats de yogaring om je linkervoet. Plaats de riem ook weer over je hoofd, ter hoogte van je oren, je schedelrand. Strek je linkerbeen, zodat de riem op spanning komt te staan. En rol je bovenlichaam dan weer iets af, zodat je riem het gewicht draagt. Je hoofd gelift is. Je linkerbeen is gestrekt. Je rechterbeen is gestrekt. En laat je weer dragen door de hangmat. Ontspan je nek. Als je nek niet kan ontspannen, kan het zijn dat de houding te intens is. Maak me dan minder diep. Of je kan ook de riem van je hoofd afhalen en de riem vasthouden in je handen. Zodat je nek niet belast wordt. Doe wat goed voelt voor jouw lichaam. Rek weer de hamstrings en de kuiten. Je nek en schouders.
Geef je over aan de houding. Probeer zoveel mogelijk te ontspannen. Wat merk je op in je lichaam, in je geest? Misschien merk je bepaalde neigingen, oordelen over jezelf op. Het kan zijn dat dit patronen zijn die vaker voorkomen. Sta stil bij jezelf en wat je voelt. En breng daarna je aandacht dan weer terug naar het voelen en of je ademhaling. Blijf met je aandacht bij het voelen van je ademhaling. Hou al je spieren ontspannen. Adem nog een keertje rustig in en uit. Ik kom nog voorzichtig uit de houding. Hou voorzichtig de riem van je hoofd en je voet. En kom weer navoelen op je rug. En voel even het verschil tussen links en rechts. Misschien voel je nog sensaties in je hamstrings, je kuiten. Of je nek- en schoudergebied. Adem nog een keertje rustig in en uit. En dan gaan we door naar de laatste houding voor vandaag, de Happy Baby. Daarvoor mag je je knieën buigen. Breng je voetzolen dan richting het plafond. Spreid je benen en breng je benen naast je bovenlichaam. En pak dan met je handen de buitenkant of binnenkant van je voeten. Of met je wijsvinger en je duim maak je een cirkeltje en pak je grote tenen. Breng je benen wat verder naar beneden. Je hoofd en schouders zijn ontspannen op de vloer. Als je last hebt van je onderrug, zorg dan dat je heupen en billen op de vloer blijven liggen. Ook als je menstruatie hebt, hou dan je heupen op de vloer. Als je last hebt van compressie, dus bot op bot, of dat je wat tintelingen voelt, kun je je benen wat meer opzij brengen. Dan eventueel ook je voeten naar elkaar toe brengen en je knieën naar buiten laten vallen. Of je benen gestrekt opzij houden. Dus doe wat goed voelt voor jou. Voor elk lichaam is dat anders. We rekken in deze houding de heupen. Maar ontspannen het gebied van het staartbeen. SI-gewrichten. En een lichte compressie voor de buikorganen.
Als je lastig bij je voeten komt, kun je ook een kussentje onder je hoofd leggen. Of eventueel je knieholtes vastpakken. Je kan ook je benen dan buigen, ontspannen, als de houding zwaar aanvoelt. Probeer zoveel mogelijk te ontspannen in de houding. Dus onderzoek hoe jij het beste kan ontspannen, de houding voor jou, het lichaam het beste aanvoelt. Als je het fijn vindt, kan je een aantal keer van rechts naar links wiegen om je rug een massage te geven. Als je het fijn vindt, kan je je benen strekken om je hamstrings wat meer rek te geven. Kan ook om en om. Eerst het ene been strekken en dan het andere. Adem nog een keertje rustig in en uit en kom dan weer langzaam uit de houding. Dan mag je jezelf klaarmaken voor de eindontspanning. Als je het fijn vindt, trek wat warmers aan. Leg een dekentje over je heen. En dan kan je de video uitzetten en zo nog even een paar minuutjes blijven navoelen. Zodat deze les kan nawerken op je lichaam. De energie kan vrij kan stromen door je lichaam. Naar de plekken kan gaan waar dat nodig is.